snap ik. En dan lig je natuurlijk nog op één oor. Ja? Dan kunnen wij niet meteen douchen. Hoe laat wil je douchen? Als we wakker worden, als Shelly komt. Komt Shelly nou nog wel? Ja. Okay, nou ja, tenminste, dat moeten we nog maar zien. Ze heeft het in ieder geval toegezegd. Ja. Ja. Maar dat biedt geen enkele vorm van garantie. Nou ja, goed. Kijk, dan hebben we jou nog, toch? Dat regel jij dat, toch? Niet? Oké. Okay. Maar we willen wel graag een handdoek en een muntje. Ja, snap ik. Ja. Zullen we ik nu... Die apparaten verder? Staan uit. Wat dus ik ga geen muntjes meer in. Hier wel, ze gaan er wel in. Je cijfer. Alleen niet nodig. Oh. We kunnen nog wel gewoon muntjes in. Maar ja. We hebben morgen schone handdoeken. Heerlijk, lijkt me heerlijk. Maar dat is pas rond een uur of half acht of zo. Nee hoor, zodra de eerste van ons wakker is, dan kan die toch even aankloppen voor schone handdoek. Ah, oké. Okay. Ja, bij Lexi. Ja. Oké. Okay. Maar archetable kan het wel, maar dan weet je waar die staat. Waar die staat? Ja, de theekan. Je hebt een koffiezetapparaat, toch? Ja, daar komt dus geen heet water uit. Oh, dat heeft hij niet. Okay. Ja, gewoon een waterkoker, bedoel je? Ja. Nou, die vind ik wel, toch? Maar dat, ja, maar die zit er zo... Ja, huh? Waar gaat die zo met jullie spullen zitten, hoor? Dat vind ik raar. Of je het even wil doen. Wat? Of jij het even wil doen, hoor ik al. Ja hoor. Kijk, en dan heb je hier de munt. Nou, we hebben dus wel gewoon verse munt in de tuin, hè? Ja? Dan vroeg ik net, wil je munten? Echt? Maar... Oh, nee hoor. Dan moeten we even naar Adriaans moestuin. Oh, is dat nog, heeft dat nog een beetje bestaan? Staat dat nog? Ja, ik ga daar elke dag, sta ik daar even een minuut stil. Bij nou, ja zeg. Ik Adriaan miss you so much. Ja. Yeah. Nou, het is een hele beleving. Ik heb totaal geen idee hoe laat het is. Nee, ik ook niet. Leef jij hier een beetje met de tijd, of niet? Nee. Behalve dat ik normaal nu al op bed zou liggen, maar... Maar je computer heeft ook geen tijd? Ja, natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Je hebt toch wel een tijd aan de onderkant staan? Wauw. Lekker hoor. Wat is de reden dat je nu nog op bent dan? Loop je niet met je ziel onder je arm nu? Maar voor jullie? Nou, dat vind ik echt niet. Ja, dat hoef je niet te doen hoor. Je mag ook wel naar bed. Nee, maar ook een stukje voor mezelf hoor. Ik vind het wel leuk. Of een beetje andere mensen om je heen. Ja, is ook wel eens goed, denk ik. Ik kan me wel voorstellen, ja. Ja. Nee, het is niet alleen voor jullie. Leef vooral niet in die waan. Nou, we kregen al bijna een heel speciaal gevoel. Nee joh, ik vind het gewoon gezellig. Oh, nou heerlijk. Kunnen jullie... Oh nee, thee, ja. Hoeveel koekje erbij willen? Kan wel hoor. Je hebt nog toch die? Nee, die is niet voor ons. Bezoek. Ja, maar we krijgen geen bezoek meer. Oh. Dus ja. Nee, maar. Neem maar lekker dat afdankertje. Ja, mogen we? Ja hoor, pak maar. Hé, hey, maar drink jij ook wat anders dan melk, of niet? Wat drink jij een hoop melk, zeg? Wat? Wat drink jij veel melk? Ja, dat wil je lekker dikken. Dat is niet goed hoor. Wat? Maar nee, maar dat is volle melk. Dan moet krijg je sterke bot van. Ja, ja. Dan moet je toch magere melk drinken? Ja, zou je wel drinken. Ja. Of niet? Ja, ja, het ligt aan wat je wil bereiken. Ik vind het gewoon echt heel lekker. Maar het is ook lekker, zeker als je kater lekker hebt. Lekker boven gezondheid. Dat is lekker een vette pizza met melk. Oh, en dan even lekker ijsklontjes erin, in die melk. Nee. Nee man, dan wordt het dun. Dat is lekker man. Nee. Ja, schone glazen. Dit is niet schoon. Nou, ik ben heel benieuwd wat er van komt van het ontbijt. Ja, nou... Zo, het zou toch heerlijk zijn dat je zo gaar en rozig bent dat je straks als een baksteen in slaap valt, hè? Nou, maar daar heb je wel kans van. Ik echt? Gloei als een eten, joh. Ik ga je even helpen, hoor, met dat zakje. Wat dan? Hè? Wat dan? Nou, omdat het anders niet goed gaat, denk ik. Nee, doe maar. Ga maar verder. Die is voor S. Maar dan, ik hoef geen suiker, hoor. Nee, ik ook niet. Oké. Let op. Ja? Nou, doe er maar het water in. Dat was het?
Maak je een grapje? Nee, maar anders laat je het zakje te langer in hangen. Maar dit is hoe jij het heen drinkt? Nee, dit is veel te donker. Die achterste? Ja. Is dat te donker? Ja. Hé, hey Jessica. Jezus, te donker. Ja! Jeetje, mina. Nee, maar hij heeft een halve seconde een zakje in gezeten. Ja, dat klopt, maar hij heeft toch heel veel effect. Oh, dus deze kan weg. Die is voor S. Maar vind jij dit wel goed? Of is het te donker? Nee, ik hou van donker. Ja, ik ook, maar niet meteen donker. Nee, dat weet ik. Nee, maar dat is prima. Heerlijk. Nee, dat is goed hoor. Dat is echt goed. Lekker bakkie weer. Potverdorie, wat worden we verwend hier. Nou, het is echt niet normaal. Nou, echt. We krijgen straks allemaal problemen, want straks denken al die camping. Ja, we komen lekker kamperen. Ja. Jessie, die doet het helemaal goed hier. Wat? Ja, nee, als ik een lekkere bed in het vooruitzicht had, dan hadden we al gelegen, hoor. Want jullie hebben geen lekker bed. Nou, heb je erin gekeken? Tee! Ik heb het gezien, inderdaad. Ik weet niet, ik voel echt niks van medelijden. Want je hebt namelijk wel zelf de keuze gemaakt om hier in dat bedje te gaan liggen. Nou, ja. Het is niet dat iemand je gedwongen heeft of zo, denk ik. Nee, wel ik fijn. Ik voel toch wel iets van medelijden. Echt dankjewel. Een kleine kuttent, hoor. Ja, dan heb je die, over die kleine kuttent, maar wat denk je van wat er in die tent ligt? Kijk, als jasje, nou. Heb Jack ook. Die groene. Stone Island. Wat? Nee, ik zat te vertellen dat Jack die ook heeft. Die, hij wilt hem toch? Ja. Laan, wil je nog wat drinken? Oh, er zijn nog meer mensen wakker. Hier worden al die logo's van me eraf gehaald. Kun je er ook niet meer opzetten? Wat? Kun je er ook niet meer opzetten? Jawel, die zit toch gewoon met twee knoopjes? Hm. Als je naar buiten gaat, kan ik ze er gewoon weer opzetten. Ja. Ja, nog even. Ja. Ja. Shit. Ja, toch. Ik heb me er inmiddels wel neergezet. Ja? Ja, je moet ook wel. Het is ook wel lekker om voor de jaarwisseling thuis te zijn ergens. Ja. Is dat al zeker dan? Ik denk het wel. Ja, of we moeten echt op... We stoppen eind december. Dus dat kan in het slechtste geval 31 december om 12 uur 's nachts zijn. Ja. Ja. Dan loop je naar buiten als het vuur. Maar ja, dat is wel echt slecht. Nee. Ik weet niet. Ik denk ergens dat we ergens voor de kerst wel gaan stoppen, maar je weet het niet, hè? Nee. Wat ga je doen? Hm? Wat ga je doen? Wanneer? Ja. Als het zover is. Als ik buiten ben? Weet ik niet. Ik heb verschillende ideeën. Hm. Ja, dat lijkt me nog het meest moeilijke. Ja, het liefste zou ik een crypto-investeringsmaatschappij beginnen. Wat? Ja, bitcoins. Oh. Oh, niet verkeerd. Nou ja, dat is maar met een gok, hoor. Ja, het kan goed gaan en het kan slecht gaan. Maar ja, dat is een beetje het leven, ik denk toch? Dat het helemaal goed gaat. Ja, ben wel vaak zeker van je zaken, hè? Heb je wel eens gefaald? Ja, tuurlijk. Ja, maar weet je, je moet ook eigenlijk wel gewoon een beetje risico nemen, anders kom je ook nergens. Nee, dat is waar. Als je het op de bank laat staan, kom je er zeker niet. Nee, dat klopt. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, ja, ik heb me er inmiddels ben ik me er al wel jaren in aan het verdiepen. Ja. En ik zie ook een bepaalde omslag van de grootste wereldwijde organisaties, die eerst allemaal zeiden, doe maar niet, blijf maar gewoon met je vingers vanaf, breng je vingers er niet aan. Ja. Tot nu bijvoorbeeld Twitter. Kijk, Bitcoin is open source. Bitcoin heeft geen eigenaar. Er is geen bedrijf. Nee, Bitcoin iedereen heeft, kan het hebben en doen. Iedereen kan in principe zijn eigen stukje toevoegen aan Bitcoin. En dan moet de community, dus alle Bitcoin-houders, kunnen stemmen. Van, vinden wij dit echt een toevoeging? Is dit de toegevoegde waarde voor het Bitcoin-protocol, de blockchain? Dus ja, het is gewoon een hele mooie... Ja, het is niet echt een organisatie, maar toch ook wel. Het is gewoon een wereld vol met vrijwilligers die allemaal gebaat zijn bij hetzelfde. Helemaal geen belangenverstrengeling. Nee. En de transacties zijn gewoon... Ja, waar je met je bank, zeg maar... Nou, je kent alle verhalen, denk ik wel, toch? Mm-hmm. Het ooit is begonnen met elke dollar bijvoorbeeld die gedekt werd door dezelfde waarde van goud. Vroeger. Dus dan werden er goudblokken werden naar kluizen gebracht van banken. En dan kreeg je daarvoor, omdat je met goud natuurlijk moeilijk een brood af kan rekenen, kreeg je daar papieren voor terug of check. Mm-hmm. En uiteindelijk op een gegeven moment wilden ze meer geld uitgeven, wilden ze geld uit gaan lenen. Dus waren de regels gekomen dat ze meer geld uit mochten lenen dan dat ze aan waarde hadden liggen. Nou, dan krijg je natuurlijk, is het helemaal uit balans. Ja. Nu heeft, een paar dagen geleden heeft de Amerikaanse overheid weer 125 miljard gewoon geld vrijgegeven. Wat dus niet gedekt is weer door iets. Mm-hmm.
Dus ja, het is ongekend hoe hoog de staatsschuld is. En het wordt alleen maar hoger. En door een stukje inflatie proberen ze dat dan recht te trekken. De belastingen gaan weer omhoog. En wat zie jij er dan in om jou... Wat is jouw doel dan daarin? Wat zou jij daarin willen bereiken? Nou, ik denk in een economie die binnenkort echt een keer gaat klappen. En dan niet zoals de crisis van 2008. Nee. Maar echt klappen. Dat alles kapot gaat. Mm-hmm. Dan verwacht ik dat mensen een soort van... Goud is altijd als een soort van veilige opslag gezien. Mm-hmm. Voor momenten dat er crisis is. Maar van goud kan er ook steeds, wordt er ook steeds meer goud bijgemaakt. Nou worden er ook bitcoins bijgemined. Alleen door middel van de blockchain weten we dat er ooit maar 21 miljoen bitcoins komen. Meer komen er niet. Mm-hmm. Is gewoon onmogelijk. Dus dat is een stukje veiligheid. Kijk, je moet je voorstellen op het moment dat je 10.000 euro hebt en je hebt 10.000 koekjes. Dan is elk koekje een euro waard. Mm-hmm. Maar op het moment dat er het dubbele aantal koekjes komt, dan wordt zo'n koekje nog maar de helft waard. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als met geld. Dus ja. Elke keer dat de overheden besluiten, de Europese centrale banken of de Amerikaanse centrale bank, om geld bij te drukken. Want het schijnt dus dat de Amerikaanse banken laatst bijna zonder cash zaten. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Maar je hebt je er wel goed in verdiept, maar als jij, wat wil jij dan hierin gaan doen? Wat is jouw idee hierover? Wat wil jij hierin bereiken? Of nou, mensen voorlichten en zorgen dat ze de juiste beleggingskeuzes maken. Maar moet ik dan denken aan dat je bijvoorbeeld ergens langs gaat en presentaties gaat houden of zo? Ja. Maar dit is niet eens een podium op. Nou ja, dat soort dingen doe ik wel hoor. Ja? Ja, dat is toch anders? Ja. Ik bedoel, hij spreekt hier. Maar wat is jouw doel met de uitvaart? Met de uitvaart. Wat bedoel je? Wat is jouw doel daarmee? Dat hoor ik hier vanavond op tafel. Ja, het lijkt me mooi. Ja. Niet omdat ik zelf nou zo dol ben op een uitvaart. Maar omdat dit toch wel een speciale plek is. En ik zou het zelf niet doen. Maar er zullen vast mensen zijn die geïnteresseerd zijn eventueel om hier een uitvaart te laten plaatsvinden. Mm-hmm. Bijzonder, hè? Ja. Maar een uitvaart is wel natuurlijk een heel bijzonder iets. En je merkt hier ook met de wensambulance dat als mensen hun laatste wens is om hier langs te komen, dan gaan ze in tranen weg. Ja. En ja, hoe zielig dat soort verhalen dan ook zijn, dan doet dat toch wel wat met je. Ja. De ene wat meer dan de ander, maar... Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, maar dat hou je dus heel normaal. Wat hoop je er dan? Je hoopt eigenlijk een uitvaart hier te laten plaatsvinden. Ja. Ja. Dat is nog iets wat je zou willen bereiken hier? Ja. Ja, nog wel meer dingen, maar dat zeg maar met de link naar de buitenwereld zoiets. Mm-hmm. Maar dan is 3 maanden eigenlijk best wel kort. Dat je eigenlijk nog best wel veel wilt, maar best wel lastig is, toch? Ik bedoel, ja, hoe regel je zoiets in godsnaam? Want als je naar uitvaart, hoe bedenk je het? Hoe zie je dat in godsnaam voor je hier? Ja, in principe is dat natuurlijk iets wat binnen 6 dagen moet gebeuren. Ja. Ja. Maar wat doe je dan met een uitvaart? Nou, je regelt het. En ja, maar die komen dus hier en wat gebeurt er dan? Dan is hier die muziek. Plechtigheid. Ja. Ja, dat is toch die muziek en dat iedereen zijn zin. Gewoon dat waar iedereen bij is. Jezus. Een ceremonie, zeg maar. Kist. Ik heb dat werk gedaan, hè? Zat jij daar ook bij nog, dat gebeurde? Wat voor werk deed je? Ik was algemeen assistent op crematorium. Ja? En hoe heet dat? Daarna ben ik op rouwwagen gaan rijden. Oh, echt? Ja. Ik ben ermee gestopt hoor, dat wel, maar... Way too much. Nee, het paste niet meer binnen mijn leven, zeg maar. Binnen mijn nu. Ik wilde wat anders. Ik wilde uit die continue sfeer, zeg maar. Hm. Ja. Wat ben je toen gedaan? Ik heb kinderen gekregen. En dat past het gewoon niet bij. Het verandert wel. Ja. Dus toen, hoe heet dat? Hoe oud is Jack? 9 of 10? 10. Oh, ik had het goed gezegd. Ja. Nee, jij zou 8. Nee, echt niet. Dat is niet waar. Nee, kijk maar terug. Dat is niet waar. Ik zei 9 of 10. Ja. Ik wist het niet meer. Maar we hadden laatst over die telefoon natuurlijk van hem. En toen dat ik vroeg van hoe oud hij was. Toen zei hij volgens mij 9 of 10. Mm-hmm. Ja. Dus nu weer terug de detailhandel in. Ja. Winkel. Mm-hmm. Opticien. Opticien. Oh. Ik dacht, ja. Op de Shen. Ja. Wat is dat dan? Ja, dat hoor je niet veel natuurlijk. Op de Shen. Nee, maar weet je waar ik ook aan zat te denken? Daar hadden wij het net over. Je kent ook niet... Het is voor ons ook zo normaal om bijvoorbeeld eventjes
de normaalste dingen, bijvoorbeeld even naar de M bijvoorbeeld toe te rijden, weet je wel. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat besef je eigenlijk niet, dat gewoon zoiets voor ons zo simpel is. Maar eigenlijk hier zo onmogelijk allemaal. Ja. Maar dan moet ik zeggen, je verheugt je dat. Kijk, ik ben natuurlijk buiten geweest na één. En je verheugt je helemaal op dat soort dingen. Ja. De eerste twee keer is het ook leuk. Ja, maar daarna is het gewoon weer normaal. Gewoon normaal, ja. Ja, maar zit je er dan weer zo snel weer in, gewoon? Pak je dat dan gewoon weer zo op? Ja. Het is wel altijd anders. Ja. In je leven. Ja. Maar voor de rest... Maar wel in positieve zin, toch? Want anders had je het niet nog een keer gedaan. Ja, toch? Ja, vlucht juist. Het is me net weer... Nee, toch? Dat zal toch niet? Nee, dat zit niet. Maar ik wou net zeggen, dat is wel teleurstellend. Daar vind je ook geen type voor. Nee. Nee. Nee, het is... je leven is wel anders. Ja. Mensen kennen je. Ja. Mensen vinden het leuk om met je te praten. Ja. Dus dat doe je dan. Het lijkt me toch raar hoor, dat je is. Het is ook een stukje sociale verplichting of zo. Ja, precies. Ik word de hele dag door aangesproken. Dus soms is het ook wel eens, komt het ook wel eens heel ongepast natuurlijk. Of heb je er gewoon echt geen zin nee. in. Nee. Maar dan besef ik me wel altijd dat andere mensen je misschien maar één keer tegenkomen. Ja. En ja. voor hen is het wel heel leuk elke keer. Ja, dat is goed dat je je daarin kan verplaatsen inderdaad. Ja. Dus ik zeg eigenlijk nooit nee op een foto. Nee. Als ze willen praten, tenzij ik echt, echt haast heb voor iets belangrijks. Dan zeg ik, ja sorry, ik heb haast. Ja. Maar... Anders praat ik wel altijd even met iemand als diegene dat het leuk vindt. Ja, ja. ja dat vind ik goed. Ja. Ja, moet je niet dat je met zo'n arrogante houding... Nee. Niet voor een televisieprogramma. Nee, vind ik ook. Ja. Weet je, er zijn er genoeg die daar gewoon geen tijd voor nemen. Ja. Hey, ben jij klaar voor... Wat heb jij nou toch? Ben jij even door de modder wezen rollen? Nee, ik vond er niet van. Ben je met je voet in de wc-pot gaan zitten? Nee, je mine. Ik heb veel zat gepakt hiervoor. Nee, dat is wel duidelijk. Pad afgeweken. Ik denk dat we naar de bar zijn gelopen toen, even net. Ja, dat kan. Ja, daar heb ik waarschijnlijk wel zat gepakt, ja. 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 Jesse loopt met zijn ziel onder zijn arm. Oh, is dat zo? Met luciferstokjes in zijn ogen. Ja, maar ga naar je bed dan. Wij gaan ook wel. Gezellig. Leven gezellig. Nee, maar wij gaan wel. Je mag het gewoon aangeven. Wij hebben ook totaal geen idee hoe laat het is. Ik heb echt geen idee. Nou, Jezus, dan moeten we gaan naar buiten en dan... Nog even roken en dan naar bed. Ja. Maar deze moet hier blijven? Nee hoor. Ik heb namelijk... Nee, maar ik ga even mijn pyjama Zoveel regels hebben we nou ook weer niet. Ik ga eerst even mijn... Nee, ik ga eerst even mijn pyjama trekken, dan gaan we roken. Is dat wat? Kunnen we dat doen? Dan ga je het wel koud krijgen, toch? Dan ga ik eerst mijn pyjama trekken. Natuurlijk kan het, ja. Hé, slaap lekker. Ja, sorry, ik hoorde je. Slap lekker, doei doei. Hey. Oh, ik wil even mijn beker neerzetten. Wacht even. Nou, daar gaan we hoor. Jezus, Jessica. Ja, echt. Oh, heel leuke koffers. Nou, dankjewel. Dat vind ik nou weer leuk dat je dat zegt, Jess. Ik heb nooit erover nagedacht dat we van die wielen hebben op dit soort grond. Nou, ik zie het probleem niet, hoor. Nou, het rijdt niet heel erg soepel, moet ik zeggen. Op Schiphol gaat soepeler. Ja, maar ik had ook niet willen sjouwen. Nee, dat ken ik ook niet. Nou. Nou, daar gaat het weer, hoor. Mijn badjas. Gaat het lukken of niet? Mee helpen. En mijn pyjama. Oh, de hele koffer gaat niet mee. Nee, wel nee. Nee. Die en mijn sokken en mijn badjas. Maar waar ga je nu omkleden? Oh, in die wc? Ja. Zo, zo, zo. Zo. Hé, hey, waar is hij? Buiten. Ik moet even weten of het niet zo is dat ik mijn spin is hier in de... Hoe heet dat? Hm? Mijn spin is hier in de tent. Oei, oei. Ik heb geen idee. Ik dacht dat jij sliep, meid. Ja, we gaan ook zo. Doe je goed. Hey, ik heb geen idee of die daar is. Oei. Ik ga hem even Zit hij niet nog in die koffer? Ja, dat komt wel goed. Nou, nee, ik denk het niet. Ik nee, in mijn koffer. Ja? Doei, slaap lekker. Oh.
Jezus Christus. Wat een ellende. Dit gaat helemaal niet zoals het moet. Wat dan? Gewoon even loslaten. Ja, maar doe hem maar. Kijk, want ik doe toch die pyjama eroverheen. Ik heb gewoon nog warme tegels op. Hè? Huh? We hebben nog warme tegels op. Ja. We hebben nog warme tegels, ja. Ik zou nog even kijken hoe je dat tentje inkruipen. Ja, maar dat wil je ook zien hoor. Ik wil dat echt zien. Ik denk dat het echt top is. Ik heb je stoel expres nog even lekker laten staan. Dan ga ik nog even kijken hoe je dat doet. Hey, top dit. Ik weet niet waarom. Ik ga eventjes mijn voor. Ik hoop dat je niet blijft vandaag. Ja, dat hoop ik ook. Dat is wel het belangrijkste. Ja. Ja. Ik kan me gewoon niet maken. Oh, dit is zo koud. Ik kan me gewoon mijn eigen tent omgeven. Ja. Ik doe het echt wel even jaar met jaar. Dat doe ik ook gewoon in die tent. Echt waar? Ga je in ach, de wel, tent ja. Omkleden? Tuurlijk. Maar dan blijf ik nog wat langer zitten. Om te zien hoe dat tegen je instort. Ik vermoed dat het nooit goed kan gaan. Ach wel, ja joh. Chic idee. Ja, nee, dat wil ik echt zien. Dit gaat toch sowieso nooit goed. Ja, maar dan toen jullie tent al opzetten, dacht ik al bij mezelf. Oh my god. Ja, maar ja, weet je moet wat? Je moet wat? Dit doe je eigenlijk nooit. Nee, maar ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie toch. Ik vind het stoer ook dat jullie het gewoon doen. Ja. Jullie gaan gewoon in zo'n tentje hier slapen. Dat is gewoon leuk. Ja. Maar weet je wat het probleem een beetje is? Die tent van jou ernaast. Ja, ik voelde me heel lullig. Ja. Ik had mijn tent. Dat is het die juist. Vrij snel en toen dacht ik, nou eens kijken wat hun. En toen zag ik jullie tent en dacht ik. Jij denkt, dit wordt een hele pijn. Is dit het begin van de tent? Of... Oh, dit is de tent. Ik denk, oh, en toen keek ik naar mijn tent, dacht ik, oh, dit is wel heel lullig. Echt. Dit kan eigenlijk gewoon echt niet, dacht ik. Drietig wordt hier ervan. Oh. Je staat in de cirkel tussen je deksel. Het was echt jouw terecht vreselijk. Ga je erin? Ja, chill. Ja, ja, yeah? Nice. Ik heb net met het handje gevoeld. Dit is mijn kleinste tent. Hij is goed, hè? Lukt. Maar hij kan dus uit. Dat is toch het ergste. Ja, dat nou, is niet hoor. Je zet je slaapkleding. Moeders is er klaar voor. Moeders. Mag ik zo vrij zijn om mijn kleding hier neer te leggen? We kunnen er zo in. Mag ik dit heel veel laten liggen? Hier. Ja? 5 minuten, anders dicht in de vuilnisbak. Nou. Hey, joh, regels die voor de mensen hier gelden, gelden ook voor jullie. Ja, mijn trui heeft vanaf vanochtend volgehouden. Yes! Daar komt wat je en volgens mij de kleding die hier staat al 3 weken. Ja, maar het grootste gedeelte is niet van mij ook. Zou je zeggen van wel. Gerrit? Dat zeg ik niet. Ja. Goed, Jessie. Nee, dat is de badjas van Brendan. Oh, dat was stiekem ook een musketier. Ja. In het geheim, hè? Schouder. Ja. Dat was de doorgeefluik. Ja. Ik verrek een spier, jongen. In je schouder. Ja, echt. Niet te doen. Tijdens het optillen van je badjas. Oh. Oh. Nou, Annie, doe je jasje aan. Annie, doe je jasje even aan. Slim zijn, wacht hier nog heel even. Zij gaat zich straks omkleden in het tentje. Ik denk dat het heel leuk wordt gezien. Ga je echt omkleden in het tentje? Jij ziet niks. Nee, dat niet, maar gewoon een tentje. Nee, ik ben al klaar. In dat tentje gaat omkleden. Ik denk dat het echt hilarisch wordt. Ik ben benieuwd die tent straks op staat.
Hoezo, die tent staat hartstikke stabiel. Nou, weet je wat we... Ja, maar weet je wat het ergste zeg maar, nee, is om in die rups te komen? Ja, maar als je er eenmaal in zit... Dan zit je er. Dat is heerlijk. Dan zit je er zo lekker in. Nee, ik kan al uit. Zal ik even snel mijn handtas pakken? Zal ik even snel mijn... Heb je tegen? Ik ga nou even snel mijn toilettas pakken. Maar die kleine tent is wel snel warm met zo'n kachel. Nou, ja, dat scheelt. Ja, daarom hadden we ook een kleine tent. Ja, daarom. Ja. Nou, ze gaan het zeker weten niet koud krijgen. Je had die kraan uitgezet, toch? Ik. Ja. Okay, dat is de vaak de bedoeling bij een kraan. Morgen. Nee, ik had het over die. Van, ik dacht al. Ja, normaal als ik zou tanden poetsen, laat ik hem tot de lopen. Oh, jezus. Die vijver ook, dat is ook echt een succes. Moet je net op plassen. Oh, god, es. Ik ben zo onrustig. Ik weet niet wat dat is. Ik ben gewoon... Ik haat dit. Nou. Het als je even wacht, dan pak ik ook even... Kutlamp. Oh, kijk, es! Nee. Meid. Was die bij mij op visite? Mijn spin. Je spin. Ding, ding, ding. Hey, ik ben niet om het een of ander, maar ik ga echt niet mijn gezicht poetsen hoor. Want die mensen krijgen een hartverzakking hier dan. Nou, kom. Oh, meid. Oh. Nee, houden we het maskertje op? Ja, natuurlijk. Oké. Ik haal me morgen echt totaal niet af. Ik werk hem alleen maar bij. Oh. Zo. Nou, welterusten, meneer. Nou, ik ga zo nog even roken. Oh. Maar Milijn is over 1 minuut jarig. Wat zeg je? Milijn is over 1 minuut jarig. Oh, wat leuk. Dat was het. Hoe weet jij nou dat het een minuut is? Daar heb ik een gevoel voor gekregen. Hey, heb je een mutsie? Ja, we hebben een telefoon, hè? Een mutsie of zo. Gefeliciteerd. We gaan even zingen. Even, ja. Over een minuut? Ja, sorry. Hoe laat? Wie houdt het bij dan? 11:55. Ja, zullen we gewoon nu doen alsof het 12:00 is? Nee, net was het 11:55. Ik schatte in dat ongeveer een minuut was voordat ik tegen. Ja, hou je ons voor de gek, want dan staan wij straks te bleren daar en dan is het helemaal niet waar. Gaan wij nu uit ons dak? Nog 10 seconden ongeveer. Denk ik. Maar ja, doe je wel mee? Kom. Ja, ik loop achter jullie aan. Nee, maar hij zegt misschien is hij helemaal ass. Zal het net zo'n verhaal zijn als die spinnen? Nee, ik kan echt. Geloof me. Vertrouw me. Oké, 1, 2. Vertrouw me. 1, 2. Hey, is er een bijzonder moment gaande dadelijk? Ja. Wel, hè? Ja. Oh, yeah. Leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria! Hiep de piep! Hoera! Hiep de piep! Hoera! Nou, kom maar. Hoe is het? Nou, dat we dat toch wisten. Nou, dat is toch een... Gefeliciteerd! Wat leuk! Nou, wat leuk. Zullen we maar een feestje vieren dan nu? Maar we zijn... Kijk, 12 uur. Ja. Nou, je hebt niet goed geschat, jongen. Nou, dit is wel een beetje jammer. Nou, toch weer opgefokt, hè? Nou, dan ga ik maar roken naar bed. Doei. Verpest ik het zo allemaal weer. Ja. Hele volwassen. Dat is hetgeen wat ik ben je geworden? 21. Meid. Echt? Ja. Ach, ik vind jou zo volwassen. Zei ik dat nou? Nee, ik bedoel niet volwassen. Nee, je komt gewoon wijs, ouderlijker wijs. Over. Ja. Wijs. Ja, nee, het komt heel beroerd mijn bek uit rollen, maar het is niet zo bedoeld. Het is wat je bedoelt. Ik heb best wel rimpels op je kop. Nee. De krijgen van niet van je verjaardag. Hey, leuk. Hey, krijg je nog een leuk feestje of zo? We gaan 21 diner. Merel wil dat organiseren. Wat leuk. Heel leuk. Nou. Gewoon niet, gewoon. Alle dementors. Eindelijk voor wat. Eindelijk voor wat. Oké.
poppetje. Gefeliciteerd. 21. Ja, ah! Ja, wijfie. Gaat ie? Oh. Yes, jij ook natuurlijk. Gefeliciteerd. Ja. Wat stom. Ja, jullie ook. Gefeliciteerd met Lani. Je leeft wel. Jezus. Je mag suiken. Gelukkig. Hebben jullie handen gekregen? Nee! Niet? Nee! Nee, maar we hadden gezegd dat ik dat morgenochtend goed was. Ja? Oké. Ja. 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 Ja, ik weet niet waar ze liggen, dus... Nee joh, doe goed dan. Maakt niet uit. Oké, gelukkig. Kom morgenochtend wel. Heb ik zin in, ja? Nee, kom morgenochtend. Oh, leuk! Oh, wat ja, jij zei het net toch? Ja, leuk. Even roken. Nou, papier. Hier. Ik laat mijn jas hier, oh. Zou dat kunnen, denk je? Is dat veilig? Ja. Er gaat toch niemand het terrein mee afgaan. Hè? Huh? Er gaat toch niemand het terrein mee afgaan. Andrea, kan ik mijn jas hier al laten hangen? Ja? Mijn jas hier zo? Ja, natuurlijk. Ja? Wij gaan nergens heen, hè? Dat wordt niks meer. Ja. Nee, nee, maar ik bedoel, ik vind zo aan zo anders. Maar als nee, joh, laat lekker hangen. Dat is geen plek. Nou, bedankt voor de mededeling, hè? Ja. Oh, en dan staat Wyatt in zo'n grote tent in eentje. In ja. Zijn eentje. Nou, dat is toch wat? Dat is misschien nog het ergste van het hele verhaal. Ja, dat klopt. Het vergelijkingsgebeuren. Ik heb me net stuiten, hè, daarvoor. Mooi hier, hoor, zo even. Nou. We zijn nou van afstand, jullie beiden. Dankjewel. Moet je draaien? Moet je draaien? Ikke? Ja. Ja? Hoe was het draaien? Oh ja, prima. Ja? Het is koud, jongens. Gewoon het oefenen. Kijk hem zitten. Ik heb geen idee. Ik kan mijn toilet als hier ook laten, of is dat een beetje gedoe? Tuurlijk, lekker, lekker laten staan. Oh, laten, schat. Oké. We pakken echt niks. Nou. Dan staan we er gekleurd op. Hè? Dat is toch treurig, hè? Jullie hebben ook een heel leuk ding. Dat mag je zeggen. Ja, toch? Leuk. Nou, leuk.